Het begint allemaal met de reis. Veel lopen, rondkijken. Hoeft ook niet zoveel op reis. Vooral ergens zijn. Slow travel. Mijn oom, die reisde de hele wereld af. Ik kwam er weer een kaartje uit Peking of uit Manila of uit weet ik waar, Dubai, noem maar op. Dan haalde ik natuurlijk de atlas erbij en dan en zo vulde dat hele beeld van de wereld zich langzamerhand aan de hand van die postkaarten, van hoe dat er dan uitzag. Een plek als Djibouti, de naam alleen al. Hoe ziet het er daaruit? Wie weet er nou wat er in Kiribati gebeurt? Wereldkaart, reizen. Toen zag ik dat er een studie was sociale geografie. Ik dacht, nou, dat is dan geografie en mensen. Dus daar moet ik heen. Toen ben ik sociale geografie gaan studeren in Utrecht. Maar ja, dat is eigenlijk ook een hele droge studie. En toen dacht ik, weet je, ik ga naar de kunstacademie. Want daar kan ik tekenen en dan ga ik daar gewoon mijn eigen sociale geografie maken. En dat heb ik gedaan. Het wordt niet zoveel meer gebruikt, maar de etstechniek, ja, het is gewoon een hele mooie techniek. De combinatie van werk, ambacht, samen met het overbrengen van je inspiratie, van de beelden in je hoofd. Dat het niet alleen maar artistiek is en inspiratie, maar ook gewoon werk en prutsen met zinkplaten en schuren en doen. Heel mooi. Het was in die tijd dat ze zeiden van nou, leren tekenen, dat doe je maar thuis. Hier op de academie leer je jezelf vinden. Ja, dat was een beetje de insteek. Ik vond dat iedereen daar zo overdreven de kunstenaar uithing en zo. En daar voelde ik me niet zo erg mee betrokken. Het is eigenlijk allemaal pas als een puzzeltje in elkaar gevallen toen ik mijn eerste grote reis ging maken. Toen vond ik pas waar ik echt mee bezig was. De eerste keer dat ik naar Afrika reisde, ben ik daar 1,5 jaar geweest. Jemen, Midden-Oosten, de Rode Zee overgestoken naar Djibouti, naar Ethiopië, Kenia, een hele rondje gemaakt, Rwanda, Burundi.
Zaire en uiteindelijk via Sudan weer teruggegaan naar Europa. En toen was het anderhalf jaar later. Het fijne van Afrika, er zijn niet allemaal grote monumenten en prachtige kathedralen en tempels en dat soort dingen. Het reizen zelf is de geneugte daar. Trekken van A naar B en het dan aankomen in B. Dat is het. Dat heeft me nooit meer losgelaten eigenlijk. Dat heeft totaal mijn leven op zijn kop gezet. Ik had een gigantische hoeveelheid bagage bij me opeens na al dat gereisd door Afrika. En daar wilde ik wel iets mee doen toen. Ik wilde een grote serie maken, maar waar moest het dan over gaan? Afrika is zo gigantisch groot. Er waren zoveel onderwerpen en zoveel land waar ik doorheen was gereisd. En toen dacht ik van, als ik nou eens langs alle eilanden van Afrika zou reizen, zou ik dan op die manier niet een mooi gecomprimeerd beeld van Afrika kunnen maken? Door juist etsen over de eilanden rondom Afrika te maken. Ik heb over de hele serie Afrique Périphérique ongeveer, ik denk zo'n jaar of 20 gewerkt. Vaak was ik wel een maand of maanden op reis. En als ik terugkwam, dan werkte ik de dingen uit in mijn atelier. Uiteindelijk heb ik al die etsen en de reisverhalen die ik daarbij schreef, gebundeld in het boek L'Afrique Périphérique, een atlas van de eilanden rondom Afrika. Met de gemaakte etsen die ik exposeerde, hoopte ik genoeg geld te kunnen verdienen om weer nieuwe reizen te maken, de wereld in. Utrecht is overzichtelijk en ik vind het een mooie stad. Ik vind het leuk om op straat te lopen en mensen hallo te zeggen. Ik ken de stad heel goed en ja, ik ken mijn weg. En dat is eigenlijk het contrast met het reizen waar je niemand kent, waar je niks kent, waar je telkens je weg moet zoeken en moet gaan begrijpen hoe de boel in elkaar steekt. Hier ben ik thuis en het is altijd hetzelfde. En daardoor kan ik op reis, wetende dat dit er weer is als ik terugkom. São Tomé, 1981. De winkels waren allemaal zo goed als leeg. De meeste verkochten slechts blikjes Marokkaanse sardines en Hongaars wc-papier. En het gerucht ging dat een ambtenaar zich in de nullen had vergist en er nu 100 keer te veel sardines en wc-rollen waren ingevoerd. Ook de vele barretjes hadden weinig te bieden. Een soort lokale rum was meestal wel voorradig. Maar verder was er behalve een verdwaalde fles martini of een verroest blikje vruchtensap meestal niets te krijgen. Het was een land zonder Coca-Cola en een land zonder bier. Er was wel een brouwerij, maar die kon door gebrek aan grondstoffen niet aan de slag. Daar, in dat schip, zit de grondstof die wij nog missen voor de bierproductie. Rechts lag de kleine haven van São Tomé. Het schip lag er al dagen voor de kust en er werd volop gespeculeerd over de inhoud van haar ruimen. Meel of hop, wapens of machines, blikvoer of misschien nog wel meer wc-papier. Een paar dagen later werd de stad beheerst door het geluid van flessen. Voor ieder café stond een vrachtwagen, leek het wel. Met vereende krachten werden houten kratten vol flesjes bier de cafés binnengedragen. Barretjes verschenen waar niemand ze had verwacht. Tafels en stoelen werden op de trottoirs gezet. Er was bier. Het leven was weer waar het geleefd te worden. Cafés en bars stroomden vol. Heel São Tomé werd dronken. De hoofdstad had zich gelaafd.
De volgende dag was het bier op. All that is left for me is to wish you God's richest blessing. And good night. Sao Tome heeft echt een sleutelpositie in de laatste 20 jaar van mijn kunstenaarschap. Alles draait om Sao Tome, uiteindelijk. Toen ik in Sao Tome was, is ook mijn nieuwe serie The Atlas of the 25 Smallest Countries of the World ontstaan. Het verhaal van dat er geen bier was, dat de brouwerij niet aan de slag kon. Het is allemaal zo kleinschalig, bijna alsof ik uit mijn eigen portemonnee een beetje kon bijspijken. Toen kwam ik erachter dat Sao Tome nummer 25 is. Op de lijst van kleinste onafhankelijke landen. Dus dat er nog 24 kleinere landen zijn dan Sao Tome. En toen dacht ik, weet je wat, daar ga ik allemaal heen. En dan ga ik kijken wat er daar allemaal aan de hand is. En daar maak ik een mooie serie iets over. Nou, daar ben ik nu al 15 jaar mee bezig. Nou, die kleine landjes die... Ja, die zijn natuurlijk heel fascinerend dat ze in deze wereld overeind blijven staan. Het grootste van die 25 kleine landjes, dat is Sao Tome. Er passen 40 Sao Tome's in Nederland. Veel van die kleine landjes, dat zijn eilanden, eigenlijk de meeste daarvan. Die liggen hoofdzakelijk in het Caribisch gebied en in Oceanië. Maar ja, in Europa liggen er ook een stuk of wat. Hè? Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vaticaanstad. Het zijn allemaal kleine, onafhankelijke landjes. Het klinkt wel erg definitief, maar het is een van de laatste reizen voor de Atlas of the World's Smallest Countries. Dit land, Sao Tome en Príncipe, bestaat uit twee eilanden, Sao Tome en Príncipe. En het ligt in de oksel van Afrika. Ik ben er ooit eens één keer geweest, in 1981. Toen was het een Marxistische Volksrepubliek, totaal gesloten land. Het lukte mij met heel veel moeite om Sao Tome te bereiken, maar ja, Príncipe was echt totaal ontoegankelijk. Dat werd eigenlijk een steeds grotere frustratie, want naar gelang ik meer over het eiland las, werd het wel duidelijk dat het een heel bijzondere plek moest zijn. Ilha do Príncipe is a Portuguese possession and is, in its physical features and aspect, one of the most remarkable islands in the world. One of the most remarkable islands in the world. Afzien van een soort frustratie is Príncipe ook wel belangrijk, omdat het in de naam van het land zit. Nou, het landje Sao Tome en Príncipe, heb je het eiland Sao Tome en het eiland Príncipe, wil ik een ets maken over Sao Tome en over Príncipe, omdat dat samen de naam van het land vormt. Dus dat maakt de frustratie alleen maar groter dat ik er tot nog toe niet heb kunnen komen. Dus ik ben erg blij dat het nu lijkt te gaan gebeuren. Ik ben
naar de huis. Ralf. Antonio, beter lopen. Als je op reis gaat, dan opeens is alles anders. Je moet alles leren, je moet alles ontdekken, je moet je weg weten te vinden, je moet een slaapplaats zoeken, je moet ergens gaan eten. En ondertussen zie je allemaal dingen die je zelden ziet of die anders zijn en waar je je over kan verbazen. Ik ben ook niet de hele tijd met mijn werk bezig. Dat is ook iets van gewoon hier zijn. Niet altijd maar denken van ik moet hier een etsje van maken. Heel vaak denk ik daar helemaal niet aan. Ben ik hier en hang ik een beetje rond. Tristan da Cunha, South Atlantic Ocean, 1988. Ik werd wakker van de stilte. 7 dagen en nachten vanuit Sint Helena hadden de motoren in de ingewanden van de RMS Sint Helena onafgebroken gezwoegd. Een zwaar ritmisch geronk had het schip permanent doen trillen. Maar nu is het opeens nagenoeg stil. Wat gebrom van de machines en geruis uit de luchtkanalen vergezellen het zachte deinen van het schip. Het is 5:30 ochtends. Ik sta op en ga naar boven naar de brug. Daar turen de kapitein en de eerste stuurman geconcentreerd van het radarscherm naar de dichte mist voor ons. De zee is grijs en spiegelglad. Op de radar wordt achter een regenbui een eerste stukje Tristan zichtbaar en bijna tegelijkertijd blaast een plots opstekende wind stukken mist weg en verschijnt een donkere schaduw aan de horizon pal voor ons. In een paar minuten tijd verandert alles. De wind rukt de mist in flarden uit elkaar. De vlakke zee begint te deinen en breekt in golven uiteen. De 6 Tristanders beginnen druk te praten en opgewonden te wijzen. Het schip draait wat bij en daar ligt het dan, op een vooruitgeschoven stukje vlak land. Een klein dorpje ingeklemd tussen de steile bergwand van de ruim 2 kilometer hoge vulkaan en de eindeloze Atlantische Oceaan. Daar ligt Edinburgh of the Seven Seas. Daar ligt de eenzaamste plek ter wereld. Essa aí é a capela? Capela? Boné. Boné de joca. Como? Chapéu. Boné de joca. Aankomen met een boot is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat spannende van het aankomen met een boot. Langzaam uit de mist zie je die contouren van het eiland opdoemen. Het is heel spannend. Het is eigenlijk een soort verhaal wordt het nu. Je kan dingen invullen. Soms dan zie je opeens van, oh, het eiland begint niet daar, maar dus het ligt daar ook nog een heel stuk. En het doemt allemaal op uit die mist 's ochtends. Het ziet er steeds grilliger uit en het krijgt steeds meer vorm. En daarachter beginnen zich de hele ruige contouren af te tekenen van het eiland Principe zelf. Je mocht er niet heen. Het was althans heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen om van São Tomé naar Principe te reizen als buitenlander. Een soort verboden eiland. Alles wat je ziet op mijn etsen bestaat ook echt daar op die plekken. Het artistieke van mijn werk zit hem in de composities. En ik speel met allerlei vaste gegevens die ik oppik en in mijn zak meeneem van de plekken waar ik ben geweest. Dus dat zijn een soort van puzzelstukjes. De uitdaging voor mij is om die dingen op een bepaalde manier, met verschillende perspectieven, om die in elkaar te schuiven tot een mooie, gebalanceerde compositie. Patronen van kleding of bepaalde dingen die altijd terugkomen in bepaalde landen, bepaalde vormen. Die verwerk ik vaak in een soort van randen om de etsen heen.
Vogels komen er vaak voor. Je kan vaak dan nog een extra dimensie toevoegen door er een vogel langs te laten vliegen. Weet je? En dan, dat geeft weer afstand, dan krijg je een slagschaduw tekenen, dan krijg je diepte. Het is heel dankbaar tekenwerk, vogels. In bijna al mijn etsen komt een landkaart voor. Ik wil laten zien wat er allemaal is. En daar hoort bij dat je moet kunnen opzoeken waar dat dan is. Het geeft gewoon een kick dat je ergens bent en dat je dat knopje omdraait. En eigenlijk net als in Google Earth, dat je het van satellietview naar kaartview terugdraait naar die geografische kaart. En dan bedenkt van, hé, dat puntje, daar ben ik nu. Mysterieus bord, hè? Omtrek van het eiland. Verder geen tekst. Beetje als om te zeggen van, u bevindt zich nu hier. Ik heb geen idee over wat er nou precies in die ets moet komen, maar wel dat het hier over moet gaan, over dit eiland. Hier moet een ets van komen. Op internet kan je lezen dat dit stadje de kleinste hoofdstad ter wereld is. Het is allemaal kleinschalig en heel bereikbaar. Ik denk als ik hier een week ben, dan ken ik iedereen. De president tot aan de hoofdpolitie en de brandweerman en de dokter. En, ja. En dat is wel leuk.
Mensen zeggen soms van, goh, het lijkt allemaal zo mooi in die etsen van jou. Er is toch een hele andere kant van de medaille. Hè? Er zijn foute regimes, er is ellende, er is honger. Maar ik voel me niet de aangewezen persoon om daar nou op in te gaan in mijn etsen. Ik wil graag laten zien hoe mooi het is. Ga maar in krant lezen voor ander soort informatie. Maar ik wil in die etsen eigenlijk laten zien van, kijk nou eens, dit is er allemaal. En het is mooi. Over het algemeen ga ik 3 platen prepareren. Omdat ik weet dat ik met die 3 platen meestal wel toekom om alle verschillende kleuren over elkaar heen te kunnen drukken. Vervolgens ga ik beginnen met het afdekken van alle delen waarvan ik niet wil dat daar structuren in worden uitgebeten. Dat is natuurlijk wel redelijk secuur weer. En als dat afdekken allemaal gebeurd is, dan heb ik dus een plaat waarin alles is afgedekt, behalve de plekken waar ik een aquatint op wil zetten. Dus met andere woorden, de plekken waarin straks kleur komt. Hoe langer je met het zuur bijt, hoe dieper de boel wordt uitgebeten. En hoe meer inkt erin kan en hoe donkerder die gaat afdrukken. Zit je echt tegenaan te hokken van dan wil je dat nog wel, je wil dat, maar dan ga je nadenken van ja, maar hoe krijg ik dat nou voor elkaar dat dat op de plaats zit? Nou, ik doe dat dan 's nachts, want dan kan ik een soort van knopje omdraaien en dan doe ik dat gewoon. En dan betekent het dat je dan nog een week extra moet gaan werken voordat je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, en dan is even doorbijten. En dat is geduld. Het
reizen is natuurlijk enorm veranderd. Toen ik hier in 1981 kwam, was er nog geen directe luchtverbinding en ook geen bootverbinding trouwens. Je kon niet even bellen. Je gebruikte post en dat deed er dan een maand over voordat een brief er was. Ergens was dat best wel fijn natuurlijk, want dan was je echt weg. Nu ben je eigenlijk altijd wel bereikbaar. Ladique Island, Seychelles, 1986. Langs de kusten liggen enorme granieten rotsblokken die door zee en wind zijn afgesleten tot wulpse glooiende vormen. In het decor van palmen en turquoise water staan ze garant voor prachtige exotische plaatjes, door menig fotograaf vastgelegd en over de hele wereld verspreid als handelsmerk van het paradijs dat Seychelles heet. Auto's zijn er niet, alles gaat langzaam. Haast is een vloekwoord. 11 jaar later verschijnt Ladique opnieuw aan mijn horizon. Het bootje vanaf Pralin zit nu vol met toeristen. Joggingpakken, filmcamera's, honeymooners. Het is buiten het toeristische hoogseizoen, maar langs de kust is geen baaitje onbezet. Het paradijs is een brochure geworden. Les touristes, les touristes. Quand ils arrivaient chez nous autrefois, nous croyions qu'ils venaient nous voir parce qu'ils nous aimaient bien. Et nous aussi, nous les aimions bien. D'ailleurs, c'était nos bienfaiteurs. De temps en temps, ils nous donnaient un peu d'argent, car ils étaient très généreux avec nous. Allons-y. On les aime bien, on les aime bien. Quand ils sont là, on est content. On les aime bien. Een toerist die boekt 3 weken en die gaat weer terug. En de reiziger, die heeft tijd. Ik kon komen op eilanden, op plekken met boten die eens in de maand gaan of zo, omdat ik tijd had. Dat is toch wel het grote verschil tussen een toerist en een reiziger. Tijd. Kijk, kijk, daar staat hij. Dit is de Koukrande. Een ding van 700 meter hoog. Misschien nog wel hoger. Staat hier midden in het landschap. Kijk, nou, wat een ding. Ik ben al sinds mijn 17e op reis en ja, heel veel situaties heb ik al eens gezien of meegemaakt. Als ik het al een keer getekend heb, dan denk ik, kan ik niet nog een keer doen. Terwijl er kunstenaars zijn die hun hele leven lang alleen maar koffiepotten tekenen. Maar ik heb zoiets, dat heb ik al gedaan, dus het moet iets nieuws, het moet iets anders zijn, het moet ook eens nieuw en anders. Dus dat, ja, dat is wel. Ja, ik maak het mezelf wat dat betreft dan wel weer wat moeilijker. Ik vind een ets echt geslaagd als die een verhaal vertelt, een sfeer uitdrukt. Dit is het gevoel wat ik bij deze ervaring heb en dat ziet er zo uit. Je maakt een voorstelling in je hoofd en die trek je helemaal uit elkaar. Ga je alle onderdelen verdelen in je hoofd over die 3 platen. Vervolgens ga je dat ook op die platen zo zetten. Dus je werkt eigenlijk helemaal, ja, een beetje iets blauwer hinein, toch min of meer. Hè? Van nou, als ik dat nou hier zet en dat daar en dat over elkaar heen. En uiteindelijk, bij de eerste proefdruk, dat is dan een heel spannend moment, dan vallen al die 3 platen weer bij elkaar en dat moet dan het geheel weer gaan vormen. En dan is het de vraag van, is het zo geworden zoals ik het in mijn hoofd had? Als ik nou zo'n ets maak zoals ik nou over principe heb gemaakt, groot, heel veel detail, heel veel techniek, heel veel. Dan denk ik wel, als hij dan eindelijk af is, nou, het is hartstikke mooi, maar ik doe het nooit meer. Met die grote etsen heeft te maken met het feit dat het papier heet. Dus als je hem precies hebt afgetekend en je draait hem de pers door, dan past het daarna niet meer.
Als ik een ets af heb, het eerste wat ik doe is laten zien van kijk, wat vind je ervan? En dan, ja, dat groen is een beetje... Katrien is natuurlijk bij een muze. Ik vind het heel belangrijk om te horen wat ze ervan zegt en wat ze ervan vindt. Iets warmer... Het is ook nooit zo dat hij in één keer klaar is. Hè? Dat je dan denkt van nou, ik ruim mijn atelier op en ik ga de kroeg in. Helemaal niet. Nou ja, het is wel bijna. Vaak dan worden ze te hoog hangen en je moet er in kunnen kijken. Ik zou hem iets lager hangen. En zelfs nog iets lager. Probeer eens. Probeer nog eens iets lager. In het begin dacht ik toen ik met die eilanden rond Afrika begon van god, ja, dat ga ik natuurlijk nooit verkopen, want het zijn allemaal plekken waar mensen over het algemeen niet komen. Mensen kopen vast alleen etsen als ze er zelf al geweest zijn. Maar dat bleek dus niet zo. Er wordt vaak werk gekocht alleen maar omdat het een idee geeft, een soort verlangen naar onbekende oorden. Nou, dat vind ik heel mooi. En ik hoop natuurlijk dat het heel lang nog meegaat. Er is nou werk van me ook opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum, een paar jaar geleden. Ja, dat vind ik ook wel een kroon op het werk. En hier is hij dan, de nieuwe ets. Ik zou zeggen, laten we wat gaan drinken. Ja. Saint-Thomé, Saint-Thomé, crois que c'est qu'un pas pour lutter. Saint-Thomé, Saint-Thomé, na Ecuador, de nos dois. Saint-Thomé, Saint-Thomé, caminho longe, já pra mais perto, bem mais perto e bom. Futuro passar é só penso ressentimento cada construir realidade é perdão e perdão pode ser união e tudo os fiz Santo Mê Santo Mê Santo Mê na Equador de nós dois Santo Mê, caminho longe, já para mais perto. Ressentimento, cada construir, realidade é perdão. E perdão pode ser união e tudo os fiz. Santo Mê, Santo Mê.